dit is Link Media. Mijn naam is Mirjam en wij staan hier aan de Smitsweg in Hellevoetsluis, waar vandaag de 61ste editie plaatsvindt van de Fokveedag. Er zijn vandaag allerlei activiteiten, zoals een konijnenhop, een sterke mannenwedstrijd, een paardenkeuring en een melkkoekeuring. Het belooft een leuke dag te worden en een spannende, want wie wordt de mooiste melkkoe en het mooiste paard van de Zuid-Hollandse eilanden? We gaan het zien vandaag. Ik sta hier naast de heer Westerveld, voorheen voorzitter van de organisatie en dierenarts. Meneer Westerveld, kunt u vertellen hoeveel koeien er vandaag meedoen? Ik denk dat er ongeveer 65 zijn. Er zijn toch altijd een aantal dieren die dan niet komen om verschillende redenen. Sommige koeien vallen tegen of er gebeurt iets mee, krijg je ontsteking of wat dan ook. Ja. Nou, dan neem je ze niet mee uiteraard. Flauw gevallen van de hitte de afgelopen weken? Ja, zou ook nog kunnen, maar dat valt mee hoor. Er wordt goed voor gezorgd. De meeste koeien kunnen tegenwoordig met die echte hitte kunnen ze ook binnen zijn. Hè? Die geïsoleerde stallen met voldoende ventilatie en dan hou je het nog wel. Okay. En weet u ook een beetje waarop gelet wordt tijdens het keuren? Ja, want de jury is nu heel hard bezig, daar kunnen we niks aan vragen. Want u bent ook ex-dierenarts, toch? Begrijp ik? Nee, waarop gekeurd wordt, je hebt natuurlijk een aantal raskenmerken. Nou, je kan ze respectievelijk langslopen. Je gaat het type. Vertoont de koe het type, waardoor je denkt dat die in staat is melk te geven en lang melk te blijven geven. Want je wil ook een duurzame koe. Nou, dan dat is het type, dus die uitstraling die koe heeft. Dan heb je het uier en de benen. Nou, het uier heb je graag mooi hoog opgehangen. Dat als die koe wat ouder wordt, dat het dan nog steeds heel makkelijk melkbaar is. En bovendien wil je de speenplaatsing zo, dat die melkmachine dat heel makkelijk kan melken. Dus we willen die spenen er vierkant recht onder. Nou, dat lukt ook heel aardig. Nou, en uiteraard de benen. Kijk, we hebben natuurlijk steeds meer, vroeger stonden de koeien vast op een grupstal. Inmiddels hebben we natuurlijk die lichtboxstallen. Krijgt steeds meer zelfredzaamheid. Er worden steeds meer koeien met een robot gemolken, daar moeten ze zelf heen. Dus die benen moeten gewoon goed zijn. Zo'n koe moet probleemloos door die moderne stallen kunnen wandelen. Weet je ook waar de boeren vandaan komen? Want het is niet alleen van voor in de putten, toch? Nee, we hebben Goree Overkij en we hebben wat Zeeuwse boeren. En de Zeeuwse boeren zijn hier om het jaar. Ik zie 1, 2, 3 juryleden, klopt dat? Nee, 2. Twee juryleden en dit is de ringmeester. De ringmeester zorgt voor het op tijd binnenkomen, tijd eruit, het omhangen van de lint en noem maar op. En 2 juryleden, nou ja, dat is nog wel een soort van spannend, 2 juryleden, want dat betekent dat je, ze hebben beide een iets verschillende visie op de koeien. En dat er nog wel eens lang gediscussieerd wordt. Ja, ja, ik zie ze nou ook in gesprek staan al even. Ja, ja, ja. Nou, en dat gaat erom, wat ik je net al zei, waar kijken we nou naar? Nou, we kijken dus ook vooral naar de functionele eigenschappen. Maar je kan ook een beetje wat zwaarder wegen naar die fraaiheid, dat luxe melktype zoals we dat noemen. Nou, en 1 van de 2 juryleden die neigt naar wat meer luxe melktype. En de andere die dan zegt van nee, het moet allemaal degelijk zijn. En daar gaan we voor. Dus dat botst wel. Deze rubriek maakt het ons verschrikkelijk lastig. En met name de 2 kopkoeien. Uiteindelijk hebben we gekozen om catalogus nummer 61 op kop te zetten. En wat voor ons op het laatst toch de doorslag heeft gegeven, is de supermooie balans in deze koe. Kijk eens hoe mooie upstanding ze heeft. Van voren is ze net iets groter als van achter of iets hoger als van achteren. Superkruis. Mooie helling erin. Een koe die qua overgangen helemaal klopt. En die heel goed beweegt. Heel makkelijk stapt. Ze heeft een uier wat zeer goed is aangehecht. Ze heeft wel wat grote spenen. Natuurlijk hebben we dat gezien. Dat ontsiert haar uier misschien een beetje. Maar dat uier zit heel best vast. En ze heeft een keer meer gekalfd als de koe erachter, nummer 57. Hi jongens, hi. Jullie zijn net op het vliegende tapijt geweest. Ja. Ja, wat zijn jullie namen? Jarno, Jelle en Milan. Oké, wat vonden jullie ervan? Leuk. Leuk? Was het eng of niet? Nee, het was alleen een beetje hobbelig. Hobbelig. Zijn jullie er nog afgevallen? Nee. Bijna. Bijna? En toen, wat deed je toen? Ging je er weer op. Ging je er weer op? Oké. Okay. We zijn ook nog door de paardenpoep geweest. Echt waar? Eeuw. Ja, eigenlijk werd ik door haar Milan eraf geduwd. Nee, dat is toch niet aardig? Ja, dat is grappig. Oh, wat vond jij daarvan?
Het was wel grappig. Ja, heb je nog teruggeduwd of niet? Ja. Oké. Dag mevrouw van de konijnenhopshow. Hi. Hallo. Het eerste konijn is van start gegaan zojuist. Ja. Wat is de naam van het konijntje? Delfina. Delfina. Ja. En wat is het voor ras? Weten we niet. Die is over het hek gezet bij ons. We zijn een konijnenopvang en dan, we hebben een vakantietijd. Ja. En dan hebben ze heel veel konijnen bij ons gedumpt. Ja, en waar zijn jullie gevestigd? In Arnhem, Gelderland. Ja. Dus dat is een eentje uit de richting. Ja, dat klopt. En hoeveel konijnen zijn er vandaag aanwezig bij de konijnen? Ik denk dat we 20 konijnen bij ons hebben nu. 20. Ja. Je hebt meerdere klassen. Lichte klasse, middelzware klasse, zware klasse. En elite klasse. En helemaal los is al helemaal knap. En je hebt parcours, dus dat is rechte baan. Ja. Dat is het makkelijkste. En dan heb je ook hele parcours, van 1 tot 20, net als met de paardensport. Wat hebben jullie gedaan om dat te leren? Ja, je begint met één hindernis. Hè. Je bouwt dus langzaam conditie op. Maar de meeste konijnen die zitten in de hok, die zijn gewoon te dik. Dus konijnen moeten eigenlijk iedere dag de ruit en beweging hebben. Ja. Daar gaat het ons om. Dus dat leren die vrijwilligers bij mij, die konijnen beweging nodig hebben. Eén hindernis begin je, dan twee, dan drie, dan vier. Dus als ze een beetje conditie hebben, dan begin je pas in de hoogte te werken. Dus eerst doorlopen en laag en dan steeds hoger. Ja. Dus we hebben ook konijnen die springen bovenin. Maar dat veld is hier een beetje hobbelig, dus die hindernissen die vallen een beetje om. Ja. Want hij kan hoger gemaakt worden. Ja, ze kunnen er bovenin springen, die meeste. Ja. Zal ik Leolas even laten springen ook? Ja, dat is goed. Ja. Nou, dit konijntje is helemaal los. Hij gaat als een speer. Mooi rankbeestje. Over de wipwap. Ah, ze slaat er één over. Ze slaat er nog één over. Oei, dat zijn strafpuntjes. Ook nog een keer. Dan zal ik even kijken of hij nou die bocht doet zonder te stesselen. Ja, zonder dat Piet... Oh, kijk, hij komt tegen het verkeer in. Piet, hij komt tegen het verkeer in. Hij toch weer niet. Nou, maak dit spelletje met dat meisje. Ja. Ja, dat is ook altijd leuk om te zien. Ja. Ik ga zoiets van... Ze zijn nog wel eens ondeugend, hè? Ja, maar ze laten dus zien dat ze over de hindernissen weer teruggaan. Dus die vinden het wel heel leuk. Ja. En ze zeggen, had hij geen zin, dan blijft hij zitten. Zo gaat het, of ze liggen plat. Kameel geweest of dromedaris is het volgens mij? Ik had nou deze dag jarig. Dat meen je? Oh, alvast gefeliciteerd. Dat is morgen dan. Ja. Ja, leuk joh. Maar wat vond je van het ritje? Goed. Goed. En wat is je naam eigenlijk, Daan? Ja. Ja. Vond je het een beetje eng of spannend? Nee. Nee, nee. Het gaat ook wel rustig, hè? Maar het hobbelt volgens mij. Naar boven. Hoe bedoel je? Van de heuvel. Oké. Okay. Oh, u staat hier met alpaca, zie ik. Met de alpaca's en met het product van de alpaca. Ja, ja. Ja. Wat kunt u daarover vertellen? Want ik weet, ik heb ze zelf gezien dus uit Amerika, maar dat is heel zacht wol, toch? Het is dus echt de zachtste wol ter wereld. Dat komt omdat een alpaca, die heeft geen wolvet. Alle schapen en geitensoorten, die hebben een wolvet. En een alpaca, die heeft een holle vezel. Dus elke haar van een alpaca is hol. Daar gaat de lucht in en zo isoleert hij dus zijn lichaam. Maar ook voor de warmte en voor de kou. Want in Peru, in de Andesgebergte, waar ze oorspronkelijk voorkomen, daar is het elke dag, dus of het zomer of winter is, elke dag is het daar plus 25 en elke nacht is het min 30. Want ze leven daar op tussen de 3 en de 5000 meter hoogte in de bergen. En omdat het daar zo koud is, moet het lichaam natuurlijk wel warmte krijgen. Ja. Nou, dat doen ze dus door die isolatie en de wol. Nou, die mevrouw die is dus de alpaca-wol aan het spinnen. Dus ze doet eerst de wol. Die wordt dus geschoren, het dier. Dat is dus deze wol. Nou, je ziet dus, hij heeft geen wolvet. Had ik net verteld, dus ze bevatten geen lanoline.
Ze krijgt er dus ook geen vieze handen van. Ze isoleren zich met, net zei ik al, de holle vezel met de lucht, maar ook met zand. Ze rollen zich in het zand. Daar isoleren ze er eigen mee voor de kou, maar ook voor de warmte. Dus als ze vieze vingers krijgt, dan is het puur van het zand wat er nog in zit. Dan gaan ze dat eerst kaarden. Dat doen ze op kaarden borstels. Normaal hebben we dus ook kaarden molentjes. Maar hier op de fair is het natuurlijk leuk om het mooie ambacht te laten zien. Dat zijn al hele oude kaardenplaten. En dan gaan ze die helemaal uit elkaar borstelen, zodat je dus een vlies bolletje krijgt. En dan zijn alle rommeltjes, de meeste rommeltjes zijn eruit van hooi en stro. Ja. En dan gaan ze daarmee spinnen. En dan heb je natuurlijk verschillende manieren om te spinnen. Deze mevrouw die draait een hele super fijne draad. Maar je hebt dus ook grof met dotjes erin. En straks dan pak ze twee van die klossen. En dan gaan ze hem twijnen. Dan ga je tegenovergesteld ga je weer spinnen als het ware. Want anders, als je er nu mee gaat breien, dan krijg je een trui die gaat zo. Ja. Dan, krijgt okay, dus die, dan dit, blijft hij niet in vorm. Dus dit gaat een trui worden? Dit is echt om te breien? Ja, dit wordt echt bollenwol. Daar kan je mee breien en haken en wat je maar wil. Ja. Ja. En tegenwoordig kun je dus ook van de vachten kun je heel veel filten. Want alle oude ambachten komen weer terug. Er wordt heel veel gedaan met natuurproducten op het ogenblik. Gaan we met Stefan straks ook. Nu gaan we kijken wie de taart echt verdient. In het midden vastpakken, daar gaat hij. Wie het verst komt. Hij is de eerste man. Hij moet zo ver komen. We zetten de vork bij de bus. En Jan Hans zegt, die zegt even een paar tips. Want het is wie het verst komt. Daar bij dat gewicht, 10 kilo. Wie het verst komt. Iedereen met blote handen. Gewoon zoals we geboren zijn. Hier gaat hij naar 20 meter als hij hier doet. Hier pakt hij 20 meter met 100 kilo. 20 meter. Hier met 100 kilo. En hij gaat door. Pakt hij die 30 meter. Pakt hij die 30 meter. Hij zit hier op 25 meter. Zit hier op 25 meter. Hier gaat hij naar 30 meter. Ho! 30 meter. Kan hij door. 100 kilo. Kan hij naar die 40. Hier is de 40 meter. Hier is de 40 meter. Hij zet ze hier neer. Ik zet de vork. Even bij de laatste bus. 40 min 1, 2, 37 meter. Met het petje op. Hi, zijn deze ganzen van u? Deze ganzen zijn van mij. En waar komen die vandaan? Waar wonen die normaal gesproken? Bij mij thuis in Reewijk. Reewijk? Ja. Oh, dat is hier niet van Voorneputten. Dat is niet van Voorneputten, nee. Maar toch welkom. Dank u wel. Ja. Wat is het voor merk gans? Dit zijn gewoon ordinaire boerenganzen eigenlijk. Ja. Niet speciaal een merk eigenlijk, nee. Okay, maar ze zijn aardig tam, zie ik. Ik heb ze een jaar lang getraind. Voor evenementen. Dat is echt
kinderen gewoon uit de hand kunnen gevoerd door kinderen uit de hand worden gevoerd. Leuk. En allerlei omgevingen kennen, dus gewoon puur op hun gemak zijn inderdaad. Ja. 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 Heb je ook voer bij je, dat ze nu ik eten kunnen krijgen? Me, ja. Oh, durf jij dat? Ja, ja, wat is jouw naam? Jochem. Jochem, en durf jij het ook? Ja. En jij bent? Lisanne. En waar komen jullie vandaan, Jochem en Lisanne? Hellevoetsluis. Hellevoetsluis, ja, dat is hier heel dichtbij. Nou, dat is zelfs hier. Ja. Ja. Alsjeblieft. Nou, even kijken hoor. Ga je gewoon naast elkaar zitten, dat is het makkelijkste, denk ik. En dan is het snel op, want het zijn echt een soort snoepjes, hè, de mais. Mais is echt een soort snoepje voor hun. Ja, wat ze eigenlijk krijgen als we onderweg zijn, gewoon voor de kinderen. En dat, ja, dat weten ze. En nou, dat pakken ze heel netjes uit de hand. Normaal, een gans gaat blazen. En ja, daar moet je toch een beetje voor oppassen natuurlijk. Maar ja, deze mogen dat niet doen. En dat weten ze ook. Ze gedragen zich heel netjes. Ja. Ja. Je bent een soort papa, ganzenpapa. Een plaats waar je geflitst kan worden zonder dat het te veel geld kost. Ja, maar kijk, daar is een hele grote machine. Kijk. Heel mooi. Dat zijn de goedkoopste flitsers die er zijn. Dankjewel. Wat is uw naam en waar komt u vandaan? Jos Dahlhuizen en ik kom uit Meidrecht. Uit Meidrecht, ja. Ja. Is dit uw wagen? Ja. Ja. Wat is dit voor auto? Dit is een Scania 110. 190 pk. En vroeger als melkbusauto gefunctioneerd, of ik zelf. En nu doen wij wijtransport in een tankauto, dus ik heb het samen gecombineerd. Maar vroeger was u dus bestemd voor... Melk. Ja. Er werd melk mee opgehaald bij de boeren? Ja, melk bij de boeren mee opgehaald. Er werd stroom mee gereden. Ja. Dus, ja, kunt u laten zien hoe het werkt? Want ik zie een heel tankgedeelte erachter. En ik zie hier een slang. Dit functioneert allemaal nog. Dan kun je melk mee, of wei mee opzuigen. En ook weer verpompen. Oké. Een pompje achterop. Ja. Zullen we even bij de pomp kijken? Hier staat pompie. Het ziet er nog allemaal heel nieuw uit. Ja, want hoe oud is deze auto? Van 1971. Hallo, wat is uw naam en waar komt u vandaan? Ik ben Henk van der Pols en ik kom uit Zuidland en wij zijn van Stal Nieuw Leven. Oké, ik zie hier een heel groot paard naast me staan met een heel mooi lintje. Ja. Is in de prijzen gevallen, neem ik aan. Vandaag in ieder geval kampioen geworden. En zijn stalmaat is erekampioen geworden. Die heb vorig jaar namelijk gewonnen. Oké. Dus we hebben vandaag weer, om zo maar te zeggen, goede dingen gedaan. Ja, maar weer een prijs binnengesleept. Ja, ja. Ja. Wat is dit voor soort paard? Dit is het Nederlandse trekpaard. En in de volksmond wordt er wel eens gezegd dat het Belgen zijn. Ja. Want het is natuurlijk, wij vallen onder het Belgische stamboek. Dat is het moederstamboek van dit ras. Nou, vroeger werd er natuurlijk heel veel mee gewerkt. Op het land, nu niet meer. Dus nu hebben we het gewoon voor de liefhebberij. We rijden er aangespannen mee. En het is het Nederlandse trekpaard. Oké, okay. En waarom heeft dit paard gewonnen? Waar hebben ze naar gekeken? En waarmee was hij of zij... Wat is het eigenlijk? Een jongen of een meisje? Het is een zij. Oké, waar was deze dame het beste in? Ja, het is een 13-jarig paard. Meestal wint er eigenlijk een jonger paard. Maar deze staat op dit moment, dit seizoen, zo goed in conditie. Hij heeft zijn eigen zo goed laten zien. Dat de jury daarin gemeend heeft van, die maken we de kampioen. Maar het is natuurlijk het totale plaatje. Waarom dat die kampioen? Het is niet alleen omdat hij mooi kan lopen en omdat hij alleen maar mooi is. Ja. Maar
daar gewoon ook wat we van een trekpaard willen zien. Wat het ideaalplaatje is, daar voldoet hij op dit moment, of zij op dit moment, voldoet ze daaraan. En dat begint dus bij alle aansluitingen die erin zitten. Het heeft met de beharing te maken, het heeft met de voeten te maken. Kortom, dus ik kijk eigenlijk naar het totale plaatje. Hoe dat erbij... En natuurlijk maken we hem een beetje mooier door hem netjes op te vlechten en een mooi hoofdstel aan te doen. En het koper netjes gepoetst, dat maakt het ook wel mooi. Maar dat valt allemaal weg op het moment dat ze beoordeeld worden. Oh, Jana. Nou, Jana, gefeliciteerd hoor. Ja, leuk. Prima, dankjewel. En het andere paardje is ook in de prijzen gevallen, begrijp je? Ja. Dat is het bruine paard. Ja, en dat veuletje, dat heb ik ook gewonnen van hem. Oh. Dus die was bij de veuletjes één. Dat is ook een heel mooi chic veulen, die bewegen ook heel goed. Ja. En dat is een eigen gefokte. Deze heb ik gekocht. 10 jaar geleden heb ik deze gekocht. En die heb ik zelf gefokt. Gaan ze allemaal weer naar huis toe? Ja, dan gaan ze thuis brengen. Ja, mogen niet te hard rijden, hè? Ik rijd nooit te hard. Oh, okay. Ik ben Jan Dingemans, ik kom met de Briel. De Briel, oh, dat is lekker dichtbij. Ja, dat is thuiswedstrijd hier, hè? Ja, absoluut. Ja, echt wel. Wat gebeurt er hier? Nou, dat is een ontromingsmachine van de melk. Oké, kunnen we zien hoe dat werkt? Dan kan je zien hoe dat werkt. Er wordt de room wordt van de melk gescheiden. Ja. Dus nou doet hij het in die centrifuge. Ja. En dan gaat hij zo meteen slingeren. Ja, het kraantje staat dicht hoor, dat is goed zo. Ja. Dat duurt even tot hij hem op snelheid hebt. Want die, hoeveel toeren draait hij ook alweer, Michel? 10.000. 10.000 toeren per minuut. Dan moet hij heel voorzichtig op gang, want het gaat zo zwaar. Ja, maar wat gebeurt? Hij draait aan een hendel, maar wat veroorzaakt die draai? Er zit daar een klos in en dat is zwaar. En dat is die wordt in beweging gebracht. Ja. En daar loopt de melk daar overheen. En dat zou je zo meteen wel zien. Dan komt eerst de afgeroomde melk eruit. Maar dan moet hij eerst het kraantje openzetten. Maar dan moet eerst op toeren zijn, want dan hoor je een belletje. En als hij daarboven dat toert, dan zit hij aan de goede toeren. Het begint hier bij die grote kan al een beetje te druipen. Het begint al een klein beetje te druipen, ja. Hoe oud is dit beestje? Ja, dat is... Ja, die, niet die meneer, hè, maar dat apparaat. Uit de jaren 20. Ja, dat heb ik van iemand gekregen. Die had het in Luxemburg gevonden op een zoldertje. Want dat deden ze niet volle melk naar de fabriek brengen, maar alleen de afgeroomde melk. Kijk, nou komt de afgeroomde melk en nou komt de room, zie je? Room, dat is voor de koffie. Dat is voor de die koffie. Die andere is voor het ontbijt. Ja, wat is jouw naam en waar kom je vandaan? Mijn naam is Laura Poot. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Rokanje. Uit Rokanje? Ja. Ja. En je doet vandaag mee met hoeveel koeien? Zelf hebben we met 3 pinken en met 6 koeien meegedaan. Ja, en voor de kijkers thuis, wat is een pink? Een pink is een jongere koe die nog nooit gekalfd heeft. Oké. Ja. En eentje daarvan is in de prijzen gevallen, begrijp ik? Ja, ik ben tweede geworden, reservekampioen. Oké, nou, hartstikke goed. En hoeveel deden er mee? Volgens mij een stuk of 12. Oké, nou, dat is helemaal mooi, toch? Ja. Laat eens zien wat de prijs inhoudt. Het is een beker heb ik gewonnen. Ja. En daar staat reservekampioen op. Pinka, Fokveedag Hellevoetsluis 2018. En een mooie rosette erbij. Oh, maar moet die niet op het koetje gedaan worden? Nee, dat vindt ze vervelend nu. Dus ik hou hem lekker bij me, dan kan die ook niet kwijtraken. Oké, en hoe heet ze? Het is een aaltje. Aaltje is haar naam? Ja, aaltje is haar naam. Oké, kunnen we haar van dichtbij bekijken? Want ik zie hier allemaal billen van andere pinken mogelijk ook. Ja. Waarom vond de jury haar bijna het mooiste? Voornamelijk de bouw. Ze loopt heel mooi over qua voorhand en achterhand. En ze is heel lang. Dus daarvoor is ze tweede geworden. Ja. Ja. Daar zie ik heel veel andere bruine koeien eromheen staan. Is dat allemaal familie of niet per se? Deze drie hebben toevallig wel alle drie dezelfde vader. Oké. Ja. Maar papa is thuis gebleven. Ja, die hebben we ook niet. Die mag is niet in het meedoen. Nee, die mag niet meedoen. Die is thuis gebleven. Volgens mij vindt ze je lief. Ja, ze vindt of me ze wel wil lief. Aan de prijs ruiken. Ja, dat zie denk het? Ik ja, ook. Ze vindt hem ook wel mooi, denk ik. Heb je eerlijk gewonnen? Moet je hem nog aan je teugel hebben, aaltje? Dat is wel mooi, hè? Ja. Even aan deze kant, want dan kan iedereen het thuis zien, hè? Het is eerlijk gewonnen. Ja.
Uit borst. Uit borst. Nou, we hebben net de sleutel gekregen van de eigenaresse van de tractor. Dus we gaan even kijken of dit speelgoedje, of we die aan kunnen krijgen. Nou, ik doe netjes de koppeling even intrappen. Ik heb hier heel veel dingen om mij heen. Ik heb eerder in een tractor gereden, maar die was niet zo nieuw als deze. Dus de sleutel zit in het stopcontact. We gaan hem even starten nou. Het is wel een heel flitsend display ook. Mensen schrikken zich te pletten die voor de tractor staan. Maar hij is gestart. Ja, ik weet niet of jullie het geluid kunnen horen, maar het is een flink geluid. Ik zal de koppeling even loslaten. Hij gaat niet vooruit. En dan ga ik nog even gas bijgeven. Even kijken of we dat horen. Ja, ja. Ja, ja. Mooi geluidje. Ja, ja. Nou, we gooien maar weer uit, want we mogen hier niet rondrijden. Dan rijden we alle mensen omver en de koeien. Dus... Nou, het was leuk om even te proberen.